Ik sta hier bij de stripmaker des Vaderlands. Jij was bij het kunstlokaal van Wim. Daar heb jij verteld over wat jij doet. Want jij hebt een nieuw boek uit, heb ik begrepen. Een roman. Een grafische roman heet het, ja. Een graphic novel. De Cosmonaut heet het boek. En dat is vorige maand verschenen inderdaad. En ik geef daar lezingen over hoe de ontstaansgeschiedenis van het boek is. En dat is erg leuk voor mensen die ook ambiëren om eens een boek te schrijven of uit te geven, of te laten uitgeven. Ja, want je zegt net, het is een roman. Die titel die ken ik eigenlijk helemaal niet voor een stripmaker. Want het is meestal een stripverhaal of een korte strip. Maar dit is veel meer dan gewoon een strip. Ja, precies. Ja, je hebt normaal, de graphic novel, dat is wel een nette manier om stripboek te zeggen inderdaad. Maar het is... Het is anders dan de reguliere stripboeken, want in de meeste stripalbums worden series geplaatst of strips die eerst in tijdschrift hebben gestaan. Die hebben dus een vast lezerspubliek. En dat bestaat vaak, daar komt album nummer 1 en nummer 2 en nummer 3 enzovoort komt dan uit. En de lezers zijn daarvan bekend, maar bij een graphic novel heb je het over een one-shot, heb je het over een losstaand verhaal dat je kunt lezen als een roman of als je een film kunt kijken met begin en eind. Dus dat is dat noemen wij een graphic novel. En het is ook niet bekend wat je publiek is. Want omdat je dus met een compleet nieuw verhaal komt. In dit geval de Cosmonaut. Dan trek je daar. Dan leer je daarna pas je lezer kennen. Dat is interessant, ja. Dus die gaan ook kritischer kijken, denk ik. Daar was ik inderdaad wel even bang voor, ja. Omdat ik inderdaad sinds januari die titel Stripmaker des Vaderlands heb. Ik denk, nou gaan natuurlijk de messen slijpen inderdaad. En eens even kritisch kijken, waar kan die gast eigenlijk al? En, maar ja, als dat gebeurd is, dan heb ik de kritiek overleefd. Want het werd alleen maar lovend ontvangen, het werk. Hoe bevalt het nou, die titel? Die titel, ja, die stelt niet zoveel voor natuurlijk. Maar ik vind het wel fijn dat ik... Het opent af en toe wel deuren, zeg maar. Dat vind ik wel fijn. En ik, als stripmaker des Vaderlands, heb ik dus een andere pet op, zeg maar. Want ik ben al niet mijn eigen werk aan het promoten, maar het werk van mijn collega's, die vaak te weinig werk hebben. Dat is wel jammer. En dat vind ik wel heel fijn om te doen, zeg maar. Ik kan dan wel een lans breken ergens en ik kan ook met heel veel enthousiasme vertellen natuurlijk over het werk van... en de ambacht van mijn collega's stripmakers. En dat vind ik wel leuk om te doen. En gaan wij nog iets zien hier in Helmond van jouw werk als stripmaker des Vaderlands? Ik ben nu met een team vrijwilligers zijn we de stripmakersdagen aan het organiseren in Helmond. En dat is op 12 en 13 oktober en in de dagen daaromheen. Maar 12 en 13 oktober is de hoofdmoot. En waarvoor voor het publiek, de zondag de 13 oktober is het leukste, want dan is er een stripmakersmarkt. En alles speelt zich in en rond de cacaofabriek af. En daar staan stripmakers en die presenteren zich aan de mensen, aan het publiek, maar ook aan potentiële opdrachtgevers, die ga ik uitnodigen. Omdat ik denk dat strips in communicatie een erg effectieve manier is om mensen te bereiken. Of ze nou anderstalig, hoogbegaafd of laaggeletterd zijn. En ik denk dat als opdrachtgevers met echte stripmakers werken, dat je dan, als er goede matches zijn, dan heb je goud in handen. Daar ga ik proberen te bewerkstelligen, die dagen.